In dit filmpje leg ik uit wat centrale coherentie is. Als je centrale coherentie wat minder goed is, dan kan dat komen door je autisme. Want als je autisme hebt, verwerk je informatie op een andere manier. De prikkels die binnenkomen via je zintuigen, zoals je ogen en je oren, worden in je hersenen verwerkt. Eigenlijk is elke prikkel een stukje informatie. Wanneer je al deze informatie met elkaar kunt verbinden, dan kan je de informatie goed begrijpen. Eigenlijk tel je alle losse delen bij elkaar op tot één geheel. Een voorbeeld. Als ik je vraag, wat is deze jongen aan het doen? Dan heb je zelf eigenlijk niet eens in de gaten wat je daarvoor allemaal nodig hebt om dat te kunnen en om daar antwoord op te kunnen geven. Waarschijnlijk zeg je meteen, hij is aan het vissen. Wat we doen in ons hoofd is dus heel snel alle losse onderdelen met elkaar verbinden. Dus je ziet de vis, je ziet het water, je ziet de hengel, je ziet een jongen met een hengel en je denkt, die is aan het vissen. Als je nou autisme hebt, dan kan het zijn dat je zomaar heel erg op één ding van het hele plaatje blijft hangen. Omdat dat zo'n mooi detail is. Omdat bijvoorbeeld die vis zo mooi glinstert in de zon. En daardoor kun je je voorstellen dat je wat meer tijd nodig hebt om te begrijpen wat hier aan de hand is. Een ander voorbeeld. Als je binnenkomt lopen bij mij in mijn keuken en je ziet dit staan, dan is mijn vraag aan jou, kan je bedenken wat ik wil gaan maken? Wat je opnieuw doet, is dat je een optelsom maakt van alle losse delen die je ziet en daar verleen je een betekenis aan. Namelijk, er gaan cupcakes gebakken worden. Dus nog even op een rijtje. Boter plus suiker plus ei plus meel plus cupcake vorm betekent cupcakes bakken. Je kan je voorstellen dat het in sociale situaties niet zo'n makkelijke som is om op te tellen bij elkaar. Hoe kan iemand jou nou helpen? Nou, gelukkig zijn daar wel wat dingen voor te bedenken. Iemand kan je in ieder geval genoeg verwerkingstijd geven. Dus genoeg tijd geven om die som, hè, die optelsom te maken in je hoofd. Je kunt ook samen de optelsom doorlopen. En je kunt duidelijkheid krijgen door de wie, wat, waar, wanneer en hoe samen met bijvoorbeeld papa of mama te beantwoorden. En dat was eigenlijk een klein stukje uitleg over centrale coherentie.